Heb je een idee waarom je eigenlijk bent gekozen? We kennen elkaar allemaal heel goed. En ik denk gewoon dat er genoeg vertrouwen was in dat ik de klus kon klaren. Dus dat vertrouwen heb ik gehad en daar ben ik heel erg blij mee. En waar zit hem dat vertrouwen dan in? Heeft dat dan te maken misschien met dat je al meer ervaring hebt binnen de politiek dan misschien anderen? Ja, dat zou kunnen. Maar ik ben natuurlijk ook al vanaf begin 2009 actief voor de PVV. Dus wat dat betreft, of dat nou ervaring in de Kamer is of in het algemeen bij de PVV. Ik zit er wel ietsje langer dan de meeste anderen. Dus misschien heeft dat ook wel meegespeeld. Wat zijn verder jouw plannen eigenlijk met de PVV? Nou, vooral zo doorgaan op de weg die we ingeslagen zijn. En dat is gewoon vechten voor de Hagenaars. En niet het multicul duurzaamheidsbeleid wat nu gevoerd wordt. Daar hebben we tegen gestreden en dat blijven we doen. Is er nog verder nog sprake van een andere koers van de PVV of dit blijft het? Nee, de koers die blijft zeker zoals het is. En een heleboel mensen vragen dat, hè, met Leon, dat hij nu weggaat. Worden jullie dan wat milder? Of ik kan jullie verzekeren, wij worden helemaal niet milder. We blijven gewoon zo doorgaan zoals we de weg die we ingeslagen hebben. Duidelijk. Wat is nou precies het verschil eigenlijk tussen jou en Leon? Ik denk dat ik wat meer recht voor zijn raad ben. Ik ben wat directer, denk ik. Waar Leon wat subtieler af en toe kon zijn, ben ik wel wat... what you see is what you get, zeg ik altijd. Dus dat is het verschil, denk ik. Nou is de vraag natuurlijk ook elke keer, waarom is Leon de Jong nou weggegaan? Omdat de partij hem nodig had in Brussel en daar heeft hij gehoor aan gegeven. Dat is het enige? That's it. Ja, want er wordt natuurlijk door iedereen gesproken van dat hij misschien de bedreigingen zat zou zijn. Of dat hij dat er andere problemen zich zouden voordoen. Maar daarvan is geen sprake? Nee, daar is helemaal geen sprake van. Het is gewoon echt, ze hadden hem nodig in Brussel. Daar hebben ze hem voor gevraagd. Daar heeft hij heel hard over nagedacht. En daar heeft hij uiteindelijk zijn keuze in gemaakt.